De emoties lopen hoog op als Toon van Wijnen in zijn achteruitkijkspiegel ziet wat er onder dit doek op hem staat te wachten. Een splinternieuwe elektrische pick-up neemt dankzij gullegevers de plaats in van zijn krakkemikkige karretje. Wat media en bewoners en mensen die dit voor elkaar gekregen hebben, ik ben zo ontzettend blij dat je eindelijk gewoon weer lekker bezig kan zijn. Dat lekker bezig zijn van hem dient meerdere doelen. Hij voelt zich er zelf prettig bij en hij houdt al jaren de omgeving schoon. Eerst in dienst van de gemeentereiniging Haarlem en na zijn afkeuring als vrijwilliger. Dat hij dat nobele werk moest doen met een wagentje dat op instorten staat, greep de initiatiefnemers zo aan dat ze na een reportage van NH Nieuws spontaan een actie begonnen. Zodat Toon zijn werk kan blijven doen. Ik zag twee jongens die waren heel actief met een crowdfunding. En ik denk, ik lever die voertuigen, dus daar moet je 1 en 1 is 2. Ik stond hier net met tranen in mijn ogen. Het is zo fantastisch dat het gewoon gelukt is. Zijn oude energieslurpende pick-up is binnenkort op Marktplaats te bewonderen. Toon doet het vanaf nu 100% duurzaam. Oh, wat is mooi. Je moet met de tijd mee. Ik bedoel, je rijdt met een dieseltje en je hebt toch lekkage, je hebt toch een uitstoot. Hey, en nou, vanmiddag, morgen, gewoon weer vuil prikken. We moeten er iets aan doen, want we moeten toch iets achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen.